Hallo en welkom bij Pols Model Treinstof. Vandaag een soort van vervolg van de Deutsche Bahnenrijtuigen. Ik had nog iets meer van mijn naamgenoot overgenomen. Daar begon het eigenlijk mee. Dat zijn deze drie Roco rijtuigen. Hij had ze overgenomen in de veronderstelling dat er een decoder in zat. En toen dat niet bleek te zijn, werd er een beetje lacherig gedaan over wat had je verwacht. Er werd ook een verwijzing gemaakt naar mij, alsof hij dat zou zijn. En zo kwam hij bij mij terecht. Ik heb deze overgenomen samen met de Deutsche Bahn, die hem dus ook als kapot verkocht waren, of als goed verkocht waren, maar dat niet waren. Een heel verhaal. In ieder geval, ik vind deze wel leuk om te rijden met een van mijn Duitse stoomlocomotieven. De 01 of misschien de 65 met geluid. Want dit zijn oude Nederlandse. Volgens mij heet ze Bolkop. Plan deze in ieder geval. Volgens mij zit niet de juiste plan D in het juiste doosje. Ik ga ook niet meer weten welk doosje waarbij hoort als ik het allemaal zo wegleg. Maar dat is voor latere zorg. Deze zijn voorzien van binnenverlichting. Die gewoon altijd aanschakelt. Het is een tweede klas, een eerste klas en een restauratierijtuig. Het is een beetje wat je nu ook ziet bij de historische treinstellen als ze door Nederland heen rijden. Hier is een trapje een beetje. Die moet ik even opnieuw vastzetten. Het is grappig als je zo'n treinstel wil neerzetten op je baan. Zoals je die ook ziet bij, laatst een tijd terug, de Bossenbollen Express. Of hoe het toen ook heette op dat moment. De wielen moeten nodig schoongemaakt worden. Dat kan ik je wel zeggen zo. De verlichting werkt wel. En er zitten hier nog twee vouwballen bij. Waarbij ik even moet kijken. Een van deze twee is misschien... Nee, ze zijn allebei even groot te zijn. Dus deze kortere die hierop zitten en de grotere... En daarmee kun je de voorste zet je en de achterste zet je de grootste op. En tussenin doe je de kleinere vanwege de kortkoppeling. Dan zie je het er mooi uit als één geheel. Nou, ik zet hier even nog een trapje recht. Ik maak wat wielen schoon. En de rest van de video is deze terwijl ze op de baan rijden. Vandaag is zo'n dag dat al het materieel alleen maar denkt aan ontsporen. Dus ik laat hem lekker rustig rijden. Voorop rijdt een NS 1100 in turquoise kleurstelling. En erachteraan de drie Plan D treinstellen. De frontverlichting van de lok wil ook niet aan. Zoals gezegd, het is zo'n dag. Hij rijdt nu lekker rustig onderlangs. Ik ben benieuwd of hij over alle wissels heen komt. En of ik hem dadelijk boven weer zie. En het antwoord op de vraag of hij over de wissels heen kwam was nee. Er ligt in die hoek een nieuwe wissel. En die is voor een nieuw stuk spoor. Waar ik binnenkort waarschijnlijk volgende week wat van laat zien.
Alvast bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Like, deel en subscribe. En binnenkort is het eindejaar. Dus als iemand nog ideeën heeft voor een leuke eindejaars aflevering, dan hoor ik het graag. Misschien kan ik er wat mee.